lang naar uitgekeken. En nu dan eindelijk is het moment aangekomen. Mijn naam is Siert de Vos. En in de commentaarstoel naast mij zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Grütter. En over enkele ogenblikken zullen we samen met u thuis, of waar u ook bent, getuigen zijn van de aftrap voor wat een spectaculaire finale van de Emirates FA Cup beloofd te worden. Manchester City tegen Manchester United. Beide ploegen hebben een lange, lange weg afgelegd om hier vandaag te komen, Siert. En die spelers weten maar al te goed dat ze de komende 90 minuten geschiedenis kunnen schrijven voor hun club. Op het spel staat de Emirates FA Cup. Lautaro Martinez. Rashford. Hij keert de bal knap. En kort genomen. En achter, dus opnieuw een hoekschop. De hoekschop wordt kort genomen. French. Naar Rashford. Harry Maguire heeft de bal. Dat is goed geblokkeerd. Bruno Fernandes. Ja, en nu? Fernandes. French. Lautaro Martinez. En dan French. In actie raakt de doelman en daarna de paal. En opnieuw een redding. Bal voor de keeper. Riyad Mahrez. We gaan Erling Haaland in actie zien. Daar kun je eigenlijk je ogen niet van afhouden, hè? Jeroen, schot! Doelpunt! Ja, lekker hoor! De eerste goal van deze finale. Ja, ja, de zaak is nu opengebroken. Dat is heel goed voor de wedstrijd. En nu is het aan de tegenstander, hè? Dit is een voltreffer, hè? Wat schiet hij de bal er snoeihard in. Een heerlijke goal om te zien. De bal rolt weer. Manchester United zal dit recht moeten zetten. Ja, fraaie pas hoor. Strijd naar binnen bij de achterlijn. Ja, daar zit die verdediger goed bij. Lautaro Martinez. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Oh, fantastisch verdedigd. Mogelijkheden voor een counter. Ze heroveren de bal. Riyad Mahrez. Ze hebben de bal terug en niet tempo maken. Raak, ja, hij zit. Ze verdubbelen hun voorsprong op 2 treffers. En zie die fans eens. De finale is nog lang niet gespeeld, maar ze hebben een comfortabele voorsprong nu. De assist is misschien nog wel mooier dan het doelpunt, hè? Kijk eens naar die steekpaas van Mahrez. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. Want op de kant hij dan met een doelpunt. Tyrell Malacia. Hij zat er goed bij. Bal gaat uit voor een inborn. Deze paas kan hij pakken. Goed gezien van een... Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. En hij werkt hem tegen de paal. Door dat druk zetten, pakt hij de bal. Dit kan een goal zijn. Raak, en zo is het weer een wedstrijd. Kunnen ze nog langs zij komen? Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, Destiniet. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. De bal wordt hier ingeleverd door Bruno Fernandes.
Een schot. Ja, die bal voor Ederson. In het midden van de 16. Die moet je beter wegwerken. Druk gezet. Ah, blijf wel kalm. Davies. Wat een steekpas. Heerlijk. En de tegenstander pakt de bal op. Manchester City lijkt de eerste helft met een kleine voorsprong te gaan eindigen. Nog een paar minuten. Dan is er rust. Nou, het is natuurlijk een mooie score. 2-1. Ook leuk voor de neutrale toeschouwer. Met 3 doelpunten in 1 helft. Maar ja, het is duidelijk dat de buit nog lang niet binnen is. Misschien dat Manchester United met deze corner gelijk kan maken. Ze zetten hem vroeg onder druk. Hij geeft een prachtige steekpaas. Hulde. Ja, daar gaat de vlag omhoog. Blijkbaar stond die speler al in buitenspelpositie toen de steekbal werd gegeven. Het zag er overigens wel gevaarlijk uit. Ja, dat kun je wel zeggen, Siet. Volgende keer iets beter timen dus. En dan Foden. Hij raakt hem kwijt. Een bedreiging omdat die bal ook binnen werd gehouden. Dat moet de gelijkmaker zijn. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Kevin de Bruyne. Op doel geschoten. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Maar dan zijn we er nog niet. Hè. De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geeft hem eigenlijk geen zin. Voor rust zagen we Manchester United flink onderuit gaan. Kunnen ze zich nog herstellen? De trainer zal ze flink de oren hebben gewassen in de kleedkamer. Bruno Fernandes met een balverlies. Lautaro. Sterk van de bal gezet. Dribbel, daar komt hij aan hoor. Is dit de aansluitingstreffer? Sterke tackle hoor, op een mooie positie weer aan de bal. Gundogan. Paas van Gundogan, maar onderschept. Marcus Rashford. Actie hier. Simpel geblokt, dat soort. French, ze moeten gek van hem worden. Weer staat hij ertussen. Ilkay Gundogan. We hebben Manchester City nog maar nauwelijks aan de bal gezien vandaag. Maar daar zullen ze zich bij deze stand geen zorgen over maken, denk ik. Hij weet de bal af te pakken. Einde van de aanval, het is buitenspel. Kan Manchester United hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Richting Rashford. En die bal gaat over alles en iedereen heen. Erling Braut Haaland. Dit moet een doelpunt worden. Ja, die is raak. En daarmee kijkt de tegenstander nu tegen een achterstand van 3 treffers aan. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt.
Anthony. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. Een medespeler helpt hem. Lautaro Martinez. Balbezit veroverd. Jeroen Waag krijgt Manchester United hierna mee te maken. Volgende tegenstander in de Premier League. Brighton & Hove Albion is hun... Bijna weer een treffer. Maar bijna raak is helemaal mis. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Een sterke verdedigende actie waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Hier is denk ik een counter mogelijk. De verdedigers moeten zich haasten nu. Deze week is er weg. Het wordt een korte hoekschop. Tekko komen ze weer aan de bal op de helft van de tegenstander. Hij blokkeert die bal. Kort genomen. De ingreep is goed, maar ze moeten wel een hoekschop toestaan. Niet voor het doel, maar kort. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die leeg. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, of niet? Ja, daar zou hij normaal gesproken zijn pet niet eens voor uitkomen. Hij krijgt daar geen ruimte. Inworp naar die tackle. Kevin de Bruyne. Bal bij Haaland. Manchester City levert de bal in. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Manchester City gaat naar het einde van de wedstrijd. En de score is wel heel duidelijk, Jeroen. Die slotfase kun je echt niet meer spannend noemen. Maar ze waren echt ontketend vandaag. Ze hebben er een enorme show van gemaakt. De tegenstander heeft alle hoeken van het veld gezien. En de supporters? Nou, die gaan straks met een heel fijn gevoel naar huis. Hij wordt weggewerkt. Fernandes. De doelpoging wordt tegengehouden. Diogo Dalot. Schot is onderweg. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. De counteraanval behoort nu tot de opties. Hij pakt de bal en begint aan uit te gaan. Oh, doelpunt! Wat een prestatie hier. Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas, alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Als hij uit had, zit hij. Ja, fantastische redding van Ederson. Ja, alsof hij zich lanceert de manier waarop je naar die bal toe gaat. Schitterend om te zien. Een volley. Er zit iemand tussen. Bal wordt voor het doel gebracht. Het is gebeurd. Het is klaar. Het einde van dit duel. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Wat een prachtig moment. Voor iedereen bij deze ploeg betrokken is.
Ze hebben gespeeld voor de prijzen. En hij is binnen. Nou, Jeroen. Deze, trouwens jij ook, steken ze in hun zak. Echt heel goed gedaan, hoor. Er is zo weinig. Er is helemaal niets op af te dingen. Dit is wat je noemt een echte teamprestatie. En het stadion staat op zijn kop. Het vuurwerk knalt alle kanten op. En de spelers gaan daar door die enorme bui confetti naar het podium. Waar hun felbegeerde prijs op zoek. De bokaal van de Emirates FA Cup is voor hen. Ja, langzaam maar zeker schieten woorden tekort, hè, om bijvoorbeeld de blijdschap op de gezichten van die spelers te beschrijven. Kijk ze lossen. Kijk, ze applaudisseren ook naar het publiek, naar de fans. Vuisten in de lucht. Dit is natuurlijk waar ze al die tijd naartoe hebben gewerkt. En dit is hun moment na een sublieme finale. Dames en heren, jongens en meisjes, hier staan de verdiende winnaars van de Emirates FA Cup. En dan gaan ze op zoek naar de supporters. Die zijn allemaal blijven staan. Ze hebben toch wel telkens de steun gevoeld vanaf de tribunes. Ja, dat is heel mooi. De wisselwerking tussen de spelers en de fans. Het wordt echt met z'n allen gevierd. Ja, die supporters die hebben natuurlijk niet gevoetbald, maar wel de ploeg gesteund. En dan de foto. Voor de kranten, voor de websites, Twitter, TikTok, koekoek, noem maar op. Ja, ik denk dat er heel wat spelers zijn die die foto ook nog eens een keertje in een mooi lijstje aan de muur hangen. Je voelt het aan alles. Er hangt hier een gespannen sfeer in de lucht. Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen hier in het Turkse Istanbul. Voor de finale van de UEFA Champions League. Collega Jeroen Guter en ikzelf, Siet de Vos, zitten klaar om deze wedstrijd in het Atatürk Olympic Stadium van commentaar te voorzien. Het is Liverpool tegen Manchester City. Hij laat zich goed voor zijn stuk brengen, hoor, bij die hoekschop. Deze spelers staan in de basis voor Liverpool. Tussen de palen staat Alisson Becker. Trent Alexander-Arnold begint. Mooie plek voor een vrije trap, hoor. Kan gevaarlijk worden. Nee, hij raakte met een verkeerd. Die ligt nu in de patatzak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè, om hem tussen de palen te krijgen. Thiago Alcantara. Verder met Darwin. Komt de bal terug en nu tempo maken. En een knappe redding van Ederson. En deze keer pakt hij hem vast. Wat verwacht je van deze speler te zien? Dat hij
het verschil kan maken. Scoren, ja, dat kan hij wel deze speler. Hij staat momenteel in de top 5 van de topscorerslijst. Dus ik neem aan dat de verdediging hem goed in de gaten zal houden. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Oh, druk gezet met de tegenstander. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Ze kunnen het nog afmaken. Dat zag er gevaarlijk uit, maar het wordt toch gewoon een doeltrap. Alfonso Davies. Bal verspeeld door Liverpool. Komt hij de voorsprong? Komt ja! Doelpunt! Hij maakt 1-0. Manchester City op de score in deze Champions League finale. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas en dan het fenomeen met de schietkans. Ja, die moet je me eigenlijk niet geven. Wat een kracht heeft Haaland toch in de benen. Hij kegelt hem binnen. Spectaculair. Hij rukt op richting tegenstander. Mooi gegeven, die steekpaas. Oh, hij pakt hem. Aanval voorbij. Ja, die bal is voor de keeper. Ilkay Gundogan van de bal gezet. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Ze zetten hem onder druk. Kunnen ze dit snel uitspelen? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Verder naar die redding van Alisson. Ja, en nu moet hij simpel pakken. Dat kan ook wel. Na die grandioze actie van Sonet. Tja, ja, die mocht er zijn. Ja, deze keeper heeft het er maar druk mee. Goed werk, zeg, om hem daar af te pakken. Mohamed Salah. Die paas wordt onderschept. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Raak! Ja, hij ziet ze verdubbelen in voorsprong op 2 treffers. En City fans het. Deze finale is nog lang niet gespeeld, maar ze hebben een comfortabele voorsprong nu. Ja, dit is in elk opzicht een prachtige aanval. Om te beginnen met die actie van Haaland, die zijn man voorbij gaat. Wat een mooie actie zit van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Darwin. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. Er ligt een counter op de loer. Bal naar Haaland. Veel ruimte daar achter de linies. Haaland kan gaan scoren. De doelman. Statistieken liggen niet, Siert. En deze wedstrijd zou wel eens een heel beschamende afloop kunnen krijgen. Oh ja hoor, ja, hier, de kans. Doe er wat mee. Als die er was ingegaan, was de achterstand nog maar 1 doelpunt. Laten we wel zijn, dit was toch een niet te missen kans. Hij mist hem. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Weg, balbezit. Trent Alexander-Arnold. Laporte zien we die balverlies leiden. Mohamed Salah. Salah brengt de bal voor het doel. Er wordt een minuutje bijgetrokken voor de blessuretijd. Ah, die bal geeft hij mooi. Op een kans voor Foden. Geweldige defensieve actie. En dan gaan we de kleedkamer in. Het is rust.
En daar is het beginsignaal van de scheidsrechter. We gaan kijken naar de tweede helft van deze Champions League finale. Nou, die bal gewoon in het veld. Dit is toch zonde? Mahrez. Veel ruimte krijgt hij niet. Alfonso Davies. Slechte pas, hij levert hem in. Dat moet beter. Ruimte voor de counter. Hele fraaie steekpaas door de lucht. Nou, die afronding, Jeroen, daar zijn we het over eens. Hè? Die was niet geweldig. Het was gewoon matig, heel matig. Ja, het was een goed uitgevoerde counter. Beter lot verdiend. Ja, dat had veel meer ingezeten. Kevin de Bruyne. Gundogan hier. Bal naar Haaland. Jordan Henderson. Gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Daar zit die verdediger goed bij. En de bal niet meer aan de voeten. Ze werken nu aan de opbouw. Thiago. Makkelijke redding voor Ederson. Fabinho onderschept de bal. Thiago. Schot om terug te komen in de wedstrijd. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Riyad Mahrez. Verliest balbezit. Trent Alexander-Arnold. De bal bij Jordan Henderson. Alleen de doelman nog voor zich. Die zit er geweldig in. En zo komen ze dichterbij. En is het nog niet voorbij. Ze trappen af. Liverpool zit weer helemaal in de wedstrijd. Kan het nog recht trekken. De speler wordt geholpen. Doorgebroken met de bal. Knappe actie van de doelman. Aanspanning. Liverpool staat op de nieuwe speler in te brengen. Het is maar goed dat hij die paas weet te onderscheppen. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Juan Jota. Salah krijgt hier een voorzet. Nu verspeelt hij het balbezit. Manchester City grossiert vooralsnog niet bepaald in balbezit deze wedstrijd. Maar daar zullen ze niet wakker van liggen. Ze gaan immers aan de leiding. Ze mogen nu weer aan de aanval denken. Kevin de Bruyne. En zo brengen ze het verschil op 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar dan moeten ze nu wel aan de bak. Dit is prima uitgespeeld. Ja, eerst die steekpaas van Haaland. Wat een mooie actie zit van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We trappen weer af met een stand van 3-1. Hij laat de verdediger achter zich. Hij blijft maar scoren. Nummer 3.
Hangt alweer in het net. Een hat-trick. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Haaland dan met de mogelijkheid en dan rolt hij af met zoveel overtuiging. Het is een kanonskogel. Die bal die vliegt er. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Daar zit hij goed tussen. Vijf minuten nog. En dan is het overduidelijk welk team de sterkste was. Tegenstander onderschept die paas van Mo Salah. Jordan Henderson. Salah met een kans. Hele zonge, maar het gaat verder. Ze kunnen weer opgelucht ademhalen. Haaland. En dan Rodrigo. Maar er komt hulp aan. Spectaculair, die duik van Alisson naar die bal. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Echt een uitmuntende redding van die keeper. Liverpool zal 2 nieuwe spelers gaan inbrengen. Een dubbele wissel dus. Hij wordt weggewerkt. Kevin De Bruyne. En dan Haaland. En dan klinkt daar het laatste fluitsignaal van dit duel. En hebben ze de beker weten te winnen. Wat een dag voor deze spelers. En ook voor de supporters is dit natuurlijk een heel bijzonder moment. Die genieten hiervan, hoor. Nou, met die andere shirtjes vinden er geen bal aan. Maar goed, zo gaat dat, hè. Ze hebben deze prijs gewoon verdiend. Dus gewoon dubbel en dwars genieten van dit schitterende moment. Dit zijn dagen die je nooit meer vergeet. En daar gaan we dan. De middenstip is inmiddels verdwenen. Onder snel opgetrokken verhoging. Waar de spelers van Manchester City zich naartoe reppen. Om die welverdiende beloning in ontvangst te nemen. De cup met de grote oren. De beker voor de winnaar van de Champions League. Dit is natuurlijk een verzameling sterren, maar tegelijkertijd is het ook een ijzersterk collectief gebleken. Hè? En niet alleen de 11 die op het veld hebben gestaan, maar ook de wisselspelers, de spelers die in actie kwamen. De technische staf, uiteindelijk hebben ze het met z'n allen gedaan. Hebben ze met z'n allen geschiedenis geschreven. Zo dadelijk krijgen ze allemaal de kans om die cup in de lucht te steken en om aan de supporters te tonen. En daar gaan ze, hoor. Alle spelers en technische staf en iedereen gaat nu naar de rand van het veld. Fotografen en cameramensen. Ze gaan naar hun trouwe fans om ze te bedanken voor de steun het hele seizoen lang. Ja, die mensen die hebben heel wat afgereisd. En die zijn kriskras door Europa getrokken om hun club te steunen dit jaar. Geweldig en terecht dat ze worden bedankt. En nu kunnen de spelers even genieten. Tot rust komen. Ze worden op de foto gezet. Ja, dit zijn foto's die verdwijnen in een lijst en komen aan de muur. Dat kan niet anders, toch, Siert?